Welkom bij deel 3 van muzieknoten leren lezen voor beginners. In dit deel leer je de tweede muzieknoot, de halve noot. Laten we snel beginnen. In het vorige deel heb je geleerd over de maat, lange en korte tonen en de kwartnoot. Ik laat je nu het verschil horen tussen een kwartnoot en de muzieknoot die je vandaag gaat leren, de halve noot. Hoor je het verschil? De kwartnoot duurt kort en de halve noot duurt lang. De halve noot is een lange noot en heeft een open bolletje en een stokje. De halve noot duurt 2 tellen. Luister nog maar een keer. Als je met een muziekinstrument een halve noot speelt, houd je de noot dus langer aan dan een kwartnoot. Met een blaasinstrument doe je dit door langer te blazen. In een maat staan 2 halve noten. 1 halve noot duurt 2 tellen. Dus hoeveel tellen heb je nu in totaal? Inderdaad, 4 tellen. 1 halve noot duurt 2 tellen en er staan 2 halve noten in een maat. 2 en 2 is 4. Luister maar eens hoe dit klinkt op muziek. De rode stip geeft de maat weer aan. Ik tel 4 tellen vooraf en na tel 4 begin ik hardop mee te tellen en mee te klappen. Eén, twee, drie, vier. Op de eerste tel klap je in je handen en op de tweede tel klap je niet. Je houdt je handen wel op elkaar. Zo lijkt het alsof je de noot langer aanhoudt. Net zoals een saxofonist dat doet door langer te blazen. Op de derde en vierde tel doe je precies hetzelfde. Nu jij. Klaar voor de start? Ik tel 4 tellen vooraf. 1, 2, 3, 4. Dat ging heel goed. Je weet nu dat een halve noot een lange noot is en 2 tellen duurt. En dat een kwartnoot een korte noot is en 1 tel duurt. In deel 4 van deze serie gaan we de kwartnoot en de halve noot samen oefenen. Ik hoop dat je weer meedoet. Tot dan!